De eerste reacties op de benoeming van Marcel Wouda tot hoofdcoach zijn zonder uitzondering positief. Ook Wouda zelf is blij met zijn nieuwe functie. Ik voel me ook al een beetje vereerd dat ik daar dat ik invulling mag geven om de ontwikkelingen die in gang zijn gezet, om daar verder vorm aan te gaan geven. Met die ontwikkelingen doelt Wouda op de conclusie van het eigen KNZB-onderzoek naar de interne ruzies en de slechte prestaties op de Spelen. Ik wil gewoon met mijn collega's in gesprek, want uiteindelijk moet het op de werkvloer gebeuren. Dag in dag uit aan de badrand, dat moet gewoon van wereldniveau zijn. En daar moeten we stap in maken. De afgelopen maanden hebben ze bij het Eindhovense zwemlab alle ruzies van dichtbij meegemaakt. Met de benoeming van Wouda hopen de wetenschappers dat er weer rust in de tent komt. Marcel Wouda heeft een lange zwemgeschiedenis, is een zwemheld. Is hier vanaf het begin betrokken geweest in Eindhoven. Heeft hier jaren het NTC getraind, heeft verschillende winnaars voortgebracht. Dus ik denk dat het een heel logische keuze is om Marcel Wouda als hoofdcoach te benoemen. Een oud zwemkenner is Martin Heijnen. In de jaren 90 haalde hij de toen nog jonge trainer Jaco Verharen naar Eindhoven. Na alle recente ruzies is Heijnen dan ook blij dat het met Cats en Wouda weer over zwemmen gaat. Er is alleen één voorwaarde. En dat is dat zij beiden ook werkelijk vrijheid van handelen krijgen. Dat zij een eigen beleid uit kunnen stippelen op technisch gebied. En dat ook invulling kunnen geven en daar ook de financiële middelen voor krijgen. En nog een conclusie, want van de ruzies kun je ook leren. Volgens mij moet je altijd leren van het verleden. Als je dat niet doet, dan ga je het wiel opnieuw uitvinden. Dus ik ben daar wel voorstander van om gewoon goed terug te kijken. Marcel Wouda begint op 1 november aan zijn nieuwe baan.